buren werden wakker en hoorden rumoer, gegil en geschreeuw. Volgens een van hen werd er meerdere keren mama, mama geroepen. De politie kan niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. We zijn nu bezig met het horen van de verdachte, we zijn bezig met het onderzoek in de woning. Ja, en daaruit zullen we toch een beeld moeten krijgen. Buren vertelden verder dat in het huis waar de steekpartij plaatsvond een alleenstaande vrouw met een tienerdochter woont. Ja, ik heb begrepen dat er nog andere mensen in de woning aanwezig waren. Die zijn overigens niet gewond geraakt. We hebben te maken met één dodelijk slachtoffer. Het lijkt erop dat er al langer problemen waren in het huis. De laatste tijd zouden de ruiten van het huis regelmatig ingegooid zijn.